NDP-parlementariër Remy Tanadi vroeg gisteren in de Nationale Assemblée wanneer de districtsfondsen adequaat zullen worden gefinancierd. De vertegenwoordiger van Coroni benadrukte dat door een gebrek aan middelen in het districtsfonds verschillende projecten niet kunnen worden uitgevoerd, terwijl deze dringend om een oplossing vragen. Loostrensen moeten in diverse woongebieden opgehaald worden. De zandwiegen zien er deplorabel uit. Huisvuil wordt niet op tijd opgehaald. En hoge begroeiingen op de bermen nemen de overhand, voorzitter. Ik heb begrepen dat er sinds januari er geen middelen zijn vrijgemaakt, terwijl er voor elk districtsbestuur 1 miljoen SRD is opgebracht op de goedgekeurde begroting voor het dienstjaar 2024. Voorzitter, de vraag is ook overigens, voorzitter, is men afgestapt van de hiërarchie binnen de diverse bestuursdiensten waarbij dus de districtsecretarissen aanspreekpunten zijn bij de fysieke afwezigheid van een districtscommissaris of zijn waarnemer. We moeten ervoor waken dat het moeizaam op gang zijnde decentralisatieproces, dat zeker van betekenis is voor de plaatselijke bestuurseenheden, verder triet wordt gedaan. Tanadi sprak gisteren voor de aanvang van de behandeling van de 6 wetten die te maken hebben met het burgerlijk wetboek.